draad van hem nog goed in. Zorgd aan het worden, als vrouw op die leeftijd, ja. Dat kon nou echt niet. Precies zo met dit gesprek zonder jou, omdat de video aanstaat, of lijkt het wel zo. Oh, sorry. Hey. Sta niet erop, Mathé. Dat gaat niet. Ja. Mag voor mij gewoon op de video, hoor. Geen ja, precies. Mee. Als je weer loopt te zeiken over mijn spierballen, dan krijg je natuurlijk dit terug. Ja, dat moet geen worden. Ja, maar met streep dus, dan lijkt je dunner. Oh, dat ja, zeker een beetje. Daar is streep dus zo. Hij moet hem wel schoon houden. Nee, dat... Hij gaat wel de andere kant op, toch? Ja, hij rijdt er gewoon overheen, hoor. Nee, dat kan niet. Nee, dat is leuk. Ja, dat is toch leuk? Dan heb ik je bandensporen, joh. Wel leuk voor de video. Ja. Ah, watje. Minder. Michiel, dit is het kritieke punt hier zo. Dus je moet inderdaad zoveel mogelijk daar meer als midden nemen. Oké. Okay. Nou, dat mag ik wel. Tada! Nou, Michiel, kan je daar een rondje maken? Ja, in het midden. Als die land schiet. Ja, het gaat gewoon. Ja, maar ze wel iets al midden. Ja, dat is ook goed. Oh, auto! Maakt niet uit. Dat gaat nog anders. Je wilt rechts, Michiel. Ja, jeetje. Het gaat om mis. Dat is een leuke foto. Hier schoot net er vandoor. Al die ingenieur in de jasje is leuk. Die is nog geen ingenieur. Ik heb een prachtige jas, een mooie taillering. Dat is een voelt alleen nog strakke apart. Ja, ik niet daar. Een lauwensraampje. Waar komt het lauwensraampje? Kan je eigen gaasten voorstellen? Ik heb niet altijd een douchegordijn meegenomen. Kunnen we een stukje erin maken? Hoe moeilijk wil je het jezelf maken? Ja, we moeten het maar afmaken. Dat is ook heel leuk. Ja, nou, eerst afmaken en dan de leuke gadgets. De leuke gadgets. Uitbreiden. Ja, achter. Het belangrijkste is gewoon goed omdat je om die baan heen staat. En daarna afmaken. Kunnen we aan Tamar geven aan een idee kiepen? Dat uurtje. Dit kan in een uurtje. Een mooie vuurplaats, die is precies 5 meter breed. Hé, hey, je hebt een mooie palen. Thank you.
Nou, vastknopen. Ja, je moet zo de 5 palen extra ertussen. Dus dat is hier 1, ja, hier 2 en daar 2. Dat mag niet, hè? Zullen we deze er tegenaan zetten? We gaan ze gewoon allemaal tegenaan zetten en kijken dan hoe het eruit. Ja, ja, toe, hè? Dan moet dat niet daar. Omhoog. Een beetje hulp nodig. Oh, oké. Okay. Maar op zich lijkt me dat het zo op de maar, met 6 palen. We zetten hier nog een paal, daar een paal. Ja. Hier, deze moet een beetje opschuiven. Ja. Ja, we missen precies het blaadje hoe je die doet. Zo? Nee, hè? Ja. Nou, we gaan gewoon dat doek erop tillen. Ja, en bovenop. Ja. Hij zit dubbel gevouwen aan de bovenkant. Of moeten we... Oh, daar bedoel je? Ja, het is gewoon dat de doek is dubbel gevouwen, maar ik weet niet zo. Daarom je kan dan met die... Nee, die heb je een paal over? Waar is die meetpaal? Dat is een meetpaal. Of moet je hem ietsje ingraven? Dat kan ook. Ik moet er even wat spelen. Kan hij niet al rond ondertussen? Weg. Daar heb je de enge man met de camera. Het zijn wel lekker droog. Ja, maar wacht, zal ik even mijn schoenen uitdoen? Dan kan je beter. Zou je dat wel doen? En hoe voelt het nu, Vincent? Je kunt straks wel heel erg lekker zo'n krullenbol bij je kruis. Dan ben je niet gewend, wij zeggen. Nee, zoveel krullen niet. Oh, fuck. Nou, nu sta ik. Nou, ja? Het is best wel stevig. En dan ietsje naar voren lopen en die flap goed doen. Tot een boom in één keer kracht, zeg. Dan ben jij naar voren lopen. Ja, ik kan moeilijk lopen hier. Nou, niet die flap dus! Daar waren wij mee bezig! Ja, nu kan ik even, maar ja, hij heeft een flap. Ja? Ja. Ik heb geen knieën gaan maken. Ja? Ja! Yes! Ja. Oké, okay. Nou moeten we stokjes erin doen. We wandelen wel even zo naar buiten. Wie touwen? Gewoon alles wat met eten te maken heeft. Ik sta gewoon niet.
Nou, dit is dus de tipi. Michiel. Open broek. Hoe bevalt het tipi weekend tot nu toe? Ja, mooi. Lekker warm. Hoe is jouw nachtrust geweest? Oh, heerlijk. Lekker dicht tegen Leonie aangelegen? Ja, of andersom, maar goed warm. Oké. Let op de geweldige binnentent trouwens. Prachtig design, hè? Handmade bij Martijn. Ik vind dat hij zo mooi is afgespannen. Oh, de tent, ja. Klein bal. Ja, en het vuurtje aan de brand ook. Je ziet bijna geen rimpeltjes meer in een doek. Lijkt de video niet. Nou, we hebben nu Laurens in beeld. Die heeft het vannacht heel erg koud gehad. Ja, klopt. Maar met behulp van het matje van Lieke heb ik toch wel 3 uur heerlijk geslapen. Kijk, Leonie. En, lekker geslapen vannacht? Ja, gaat wel. Dan moet je muts nog even opdoen. Ja, ik vind die muts moet ook nog even op, inderdaad. Oh. Ik heb geslapen, ik had een koud hoofd. Dus ik heb de meeste warmte verlies door je hoofd bij de baby's te missen. Dus ik dacht, ja, dat is bij mij mensen ook. Dus toen ging ik maar zo slapen. Heel charmant. Ja. Een slaapmutsje. Dit is het rookgat. Dat is een hele grote. Langzaam naar de kachel. Dit is het rookgat. Het rookgat. Ik sta nog een beetje. Er gaat Michiel weer binnen. Yes. Melanie is inmiddels ook gearriveerd. Lekker hè, die oliebollen. Kijk, dit is ons prachtige vuurtje. Waar is ons vuur? Heb ik het vuur al? Nee. Oh, kijk. Een beetje inzoomen. Zo, kijk. Hartstikke mooi. De oliebollen. Lekker warm hoor. Oh, lekker warm. Helemaal door mij gefabriceerd het vuur. Nee, het rookt helemaal niet. Dat is wel leuk. Ja. Ja. Ja? Ja, krabben. Wie is daar? Wie is daar? Ik ben het. Er loopt eerst maar eens 3 rondjes om de tipi. Maar we kunnen het dan wel zien wie het is. Ja, schaduw, ja. Als je iets naar rechts gaat staan, zie je die schaduw mooi. Ja. Oh! Zon is uit! Kijk eens door het raampje. Het zonnetje schijnt. Het is Martijn! Nu zie ik het. Nou, kom maar binnen dan. Ik weet niet of ik mensen kan, maar mijn collega is laten zien hoor. Ja. Nou. Maar het is toch wel een leuk filmpje, denk ik. Ik voel me een beetje terug in de wapwegsfeer. Laurens, kan je even zwaaien naar de camera? Dat is wel leuk. Hallo. Even met 2 handen graag. Nou, even rechtop staan ook zeker. Ja. Ja, goed zo. Nou, doe maar even een speech. Ja, ik heb nu even echt helemaal niets te zeggen. Oh. Behalve dat ik hier boven het water sta en dat schommel.
Jij? Ik ben tel. Bijna over de streep van Leonie. Zo. Moet je die pijl zelf vasthouden. Wat zijn je nou eigenlijk aan het doen? Nee, die boom heb ik opgewerkt. Denk je dat het lukt? De boom wint wel van jullie hoor. Ik ben zo lekker bezig. Kijk die strak gespannen kontjes nou Leonie. Dat is toch... Lekker! Okay. Ja? Mij gaat die lukken hoor. Oh, toch wel. Wow. Tijger Michiel. Dag Michiel. Dag Michiel. Goed jongen. Heb je het een beetje leuk met de tipi? Ja hoor, prachtig. Dat is onze grote bab. Ja, ik vind het zo stom. Ja, hij weet dat je aan het filmen bent. Ja, we hebben drie knopjes. Dat is een kerkje daarnaast. Een superklok en die ging op een bijrennen. Dan kan je echt de camera tussen de tas willen stoppen. Bijen. Bijen. Ding nog. Dat was en dan probeerde de klok te filmen. E-mail, adressen, plus rekeningnummers, plus huisadressen, verjaardagen. Dat is allemaal in. 26% van zijn heupdisch. Ja, kan je hem ook nog niet bij. Hou je hand dus echt bij je kin, dan ziet het echt eruit. Ja, ik heb hem ook. Lik ook. Laat eens naar de camera. Ziet er echt helemaal van. Het is een te vet en nice, maar nee, je moet je eens wassen. Net zoals ik. Elke ochtend onder de pomp. Work is round and round. God damn son of a bitch, I do it and get it out. En als we dan zo het nieuwe jaar gaan, zien we dat de meeste mensen hun eigen manier vinden om het nieuwe jaar zo'n beetje in te luiden. Sommigen stoken een vuurtje, anderen gaan zingen en anderen vertellen sterk verhalen. Hier hebben wij bijvoorbeeld Lieke Bruinoog. Wat betekent dit nieuwe jaar? Helemaal niets. En wat heeft het afgelopen jaar jou? Het geen verklaart dat mensen de toekomst toch altijd zien zoals het geweest is. Maar hier bij iemand die dat heel anders ziet. Want voor hem is het nieuwe jaar iets nieuws. Jorg werkt nu al 10 jaar aan zijn studie, maar dit jaar gaat hij echt afstuderen. Want anders worden nog te lastige gevallen door Anton. Inderdaad. Als er iets erg is, dan is het lastig meer door Anton. Inderdaad. En zeker zijn arm op je heen, dat geeft een hele enge visioen. Wie is deze Anton? Vertel meer over hem. Hier heb ik nog iemand die graag over Anton wil vertellen. Oh ja, Anton is inderdaad een mannetje met een gebruiksaanwijzing. Hou vast, hij gaat nu op het vuur. Zijn er mensen die hun nieuwjaar vooral met opspringen willen inluiden? Want dat kan ook vele goede geesten goed staan. Amen. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eerst kleffen. Ja, maar ik heb wel met iemand anders geklept. Nou, is het nieuw uit de hand. Er mag nu niks afvallen hoor. Hoe je bent, kan het.
Thank you.